Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een shopvlog van een winkel waar ik echt werkelijk waar nog nooit iets heb gekocht. En nou ja, ook nooit echt de intentie had om dat te doen. Maar ik kwam met Koningsdag tot de conclusie dat ik toch wel heel erg weinig oranje had. Omdat ik dat ook gewoon geen mooie kleur vind. Maar met Koningsdag en met wedstrijden van Nederland zo wil ik toch altijd graag oranje aan. En wat ik had was gewoon echt heel erg te groot geworden. Dus ik was een beetje aan het kijken naar oranje shirt, oranje trui. Ik dacht dan heb het maar binnen voor volgend jaar. En zo beland ik op Shein voor een oranje trui. En toen ja, dacht ik laat ik eens kijken wat ze daar nog meer hebben. Geen idee. Dus vandaag een Shein shoplog. Ik ga natuurlijk ook aanbeelden laten zien. Ik hoop dat dat zo meteen nog lukt voordat de kids komen. Maar anders wordt dat ergens. Jullie zien het in ieder geval in deze video. Laten we maar beginnen met het oranje item. Ik heb meerdere oranje items. Want ja, in Nederland is het niet altijd lekker weer met Koningsdag. Dus ik heb een trui gedaan. Een oranje trui. Nou, hij is oranje. Dat is één ding wat zeker is. En hij ziet er eigenlijk op het eerste gezicht wel heel fijn uit. Hij is absoluut niet kriebelig. Hij is een beetje zo'n boothals. Dat vond ik wel leuk. Hij is niet heel lang, maar ook niet cropped. Ik heb hier een maat S van genomen. Dus volgens mij heb ik gewoon steeds gekeken van valt het naar maat of niet. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Maar dit is ja wel zeg maar echt Nederlands oranje. Sven heeft echt niks met dat je dan per se oranje aan moet. Maar ik doe het wel altijd en ik vind het ook leuk voor de kids. Dus hij doet er maar mee. Nou, hup Holland hup. Ja, helemaal top. Gewoon simpel oranje. Ook als het wat minder warm is, kom je hier gewoon helemaal mee weg. Ja, helemaal goed. Dan heb ik nog een oranje. Ik vind, zeg maar, op Koningsdag gaat dit door voor oranje. Dat vind ik eigenlijk namelijk een mooiere kleur. En dat is meer koraal. Maar zeg maar, kijk, als je het naast dit ziet, is het natuurlijk gewoon geen oranje. Maar als je het in de oranje menigte ziet en je doet nog een vlaggetje op je wang, dan is het best wel oké. Dit is gewoon een basic shirt. Ik heb hier een M van genomen. Dat had ik niet hoeven doen, want hij oogt vrij ruim. Maar hij is wel kort. Dus ik vind het wel leuk als je hem dan een beetje in een klein beetje in een broek doet, dan is het volgens mij prima als je het in een beetje in een high-waisted broek doet. Gewoon een lekker basic shirtje, maar ik vind deze kleur me echt 5000 keer beter staan dan oranje. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Nou, als het wat beter weer is, kan dit shirtje ook. Deze vind ik ook leuk. Gewoon heel lekker basic. Ik vind de kleur mij een stuk beter staan dan die andere oranje, maar sowieso een leuke kleur. Ik vind het gewoon sowieso ook wel een leuk shirtje. De stof is ook heel lekker, zacht. Ja, deze vind ik leuk. Alle Shein shoplogs die ik heb gezien in mijn leven, dat zijn er niet zoveel, maar iedereen klaagt over dit. Waarom zit alles in een apart speciaal zakje met zo'n ziplock en zo? Dat hoeft niet op zich, maar goed. Deze voelt wel een beetje meer. Dit is een beetje kanten shirtje. Ik vond het model er heel leuk uitzien, maar het voelt een beetje goedkoop aan nu. Hij heeft een V-hals en dan heeft hij in het midden, loopt hij zeg maar zo taps toe zeg maar met het kant. En dan daaromheen is een beetje een doorschijnende stof. Maar er zit wel een onderhemdje onder. En dit leek me gewoon heerlijk in de zomer met een lichte jeans of een kort broekje. Dit zijn gewoon van die makkelijke dingen. Ik vond de mouwtjes ook wel leuk. Een beetje dat zwierige. Ik hoop dat hij beter zit dan dat hij voelt. Ja, deze, dat is het niet. Het is heel synthetisch. Het is ja, alles wat zeg maar die mouwtjes hadden leuk kunnen zijn, zijn het ook niet. Die voeringen, die zitten alleen aan de voorkant. Zo zie je aan de achterkant je BH-bandje. Ik heb nu een hemd onder, maar het is een beetje. Nee. Die oranje trui hadden ze ook in het roze. En dat vond ik wel echt een hele fijne kleur. Daar werd ik gewoon heel gelukkig van. Mittens vind ik die tasjes wel leuk. Niet doen, mittens. Dat mag je niet eten. Niet doen. Dit vind ik wel echt een hele mooie kleur roze. Dus nou ja, ik hoop dat deze ook goed zit. Of dat die andere in ieder geval al goed zat. Want dat weet ik natuurlijk nu nog niet. Dat gaan we meemaken. Ja, en deze wist natuurlijk al van de oranje variant. Maar echt love it. Echt een heerlijke, heerlijke trui. Lekker kleurtje. Hysterisch. Ik ben net een lolly. Maar ja, heel leuk. Dan ben ik een keer voor een ander kleurtje gegaan dan wat ik normaal doe.
Dit beetje blauwe, ja, beetje lavendelblauwe shirtje. Gewoon eigenlijk een basic t-shirtje met een kanten randje en een kanten mouwtje. Dit soort dingen draag ik heel graag. Alleen de shirts die ik daarvan heb zijn gewoon allemaal echt veel te groot geworden. Nou heb ik hier een S van en oogt die eigenlijk wel nog lekker los. Ik hou ook niet van te nauw sluitend, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik vind de kleur, ja, wel weer eens wat anders. Ik ben benieuwd of het mij staat. Het is heel anders bijvoorbeeld dan het felle roze. Ja, en deze is echt een beetje, hangt er gewoon heel erg vanaf hoe je hem stelt. Sowieso niet zo, dan zou ik hem echt op een donkere broek doen. Ik heb wel een heel leuk kort broekje waar deze leuk bij staat. Deze is gewoon oké. Okay. Dit is oké. Dit is niet mijn mooiste, maar dit is wel gewoon zo'n lekker shirtje wat je even eroveraan gooit. Dan dacht ik, voor de zomer is het wel lekker. Ik sport natuurlijk altijd thuis. Of natuurlijk, ik sport altijd thuis tegenwoordig. En dan doe ik eigenlijk heel vaak, ja, ik heb nu dan een lange sportlegging aan, zeg maar meestal een korte. En ik vond deze wel heel gezellig. Ik weet nog niet wat is de voorkant, dit is denk ik de voorkant. Gewoon een heel fris kleurtje. Hij oogt wel echt dat je denkt, hoe ga ik hier inkomen? Nou, we gaan het meemaken. Of niet, dan zien jullie niks van deze aanbod. Dit is een maat S. Maar ik wil ook niet dat het te los zit, want het moet wel gewoon een beetje lekker stevig voelen. Dit is de achterkant. Ja, het is wel echt een korter broekje, maar ik dacht, vind ik wel echt lekker. Ja, als ik toch hier binnen sport in de zomer, is het dan toch warm. Dan doe ik vaak gewoon alleen een sport-BH aan en zo'n broekje en dan ben ik klaar. En dat vind ik wel heel ideaal. En het sportbroekje. Ja, het is prima voor thuis. Ik vind hem hier, zit hij een beetje strak, terwijl die hier juist wel weer goed zit. Ja, en je ziet ook een klein beetje mijn onderbroek er doorheen, dus het is vooral voor thuis. Maar hij zit wel, dit voelt niet strak, het is meer dat het eruit ziet als een rollade, maar dit zit wel allemaal gewoon lekker. Ja. Ik zat redelijk in de kleuren, ze hebben daar ook heel veel, zeg maar, shirtjes en dan heb je gewoon 26 kleuren om uit te kiezen. Dus ook deze, met deze gezellige palmboompjes. Ja, ik zag dit gewoon helemaal voor me gewoon. Dit is ook een S, denk ik. Oh, dit is weer een M. Nou, ik ben een beetje verwarrend geweest met mezelf. Maar hij oogt een beetje hetzelfde. Ik vind het ook een heerlijke kleur. En ik dacht, het is ook weer gewoon heel lekker met een lekker kort, een korte jeansshort met lekker scheuren erin. En dan dit eronder, gimpjes en klaar ben je. Of de lange broek ervan. Maar gewoon wel een lekker fris kleurtje. En ja, gewoon weer een beetje kleur in mijn kast. Ik heb vooral nog een aantal goede basics die passen. En verder is gewoon heel veel te groot geworden. Wat op zich niet erg is. Maar ja, waardoor ik wel behoefte heb aan wat nieuwe dingen. Ja, hier krijg ik echt meteen vakantie vibes van. Ja, misschien is deze print wat kinderlijk. Maar ja, maakt mij uit. Ik vind het leuk. Ik heb echt iets met palmbomen. Vraag me niet waarom. Maar ik word er altijd heel gelukkig van. En ik vind deze kleur heel leuk. Het is een lekker dun stofje, maar zeg maar niet super tekenend. Dus ja, ook echt heel leuk. Jee. Dit zit ook overal tussen. Dat je denkt, ja, dat gaat helpen. Fijn. Deze voelt heel fijn. Dit is gewoon een heel basic truitje. Maar dan wat, ik draag gewoon heel graag truien. Maar net als die roze en oranje is ook deze gewoon van wat luchtiger katoen. Dus niet meer die fluffy truien. Maar gewoon wel nog een trui. Anders dan gewoon zo'n sweater. Ja, vind ik dit soort dingen wel heel leuk. Ik vond deze kleur ook mooi. Een beetje een zandkleur. Gewoon strak mouwtje, veehalsje en dan een beetje losvallend. Dus ik hoop echt dat deze fijn zit. Deze is gewoon wel lekker. Niet echt, zeg maar, deze mouwtje had ik iets, of iets losser of iets strak vast. Nu een beetje in between. Maar ik denk dat ik ze dan gewoon juist een beetje, joep, een beetje zo opstroop. Dan vind ik het wel leuk. Mooie vee. Ik vind de kleur heel mooi. Nou jongens. Dan zat in een ander zakje, in een zakje, zat een zakje. Dus heel veel zakjes, waar nog een zakje in zat. Nou, ik weet het niet. Dit basic grijze shirtje. Gewoon strakke mouwtjes en dan hier wat losser. Ik heb namelijk een beetje zo'n pantalonbroek. En het leek me wel leuk als je dan zo'n grijs simpel shirtje erop doet. Met een beetje zo'n wijdere hals. En dan zie je misschien een klein beetje van je zwarte BH-bandje. En dan zwarte pantalonbroek en dan witte sneakers. Ja, dat leek me wel heel leuk. En dit is dan niet te warm, maar ook niet te koud. Te koud. Nou, dit is gewoon een super basic shirtje. Maar kijk, zo vind ik het niet zo heel boeiend. Maar als je gewoon op een zwarte pantalonbroek doet en met witte sneakertjes. Hij is dus
aan de voorkant wat korter dan aan de achterkant. Maar ik denk dat ik hem helemaal, zeg maar, rondom in mijn pantalonbroek zou stoppen. Dat ik dat leuker vind dan zo de achterkant eruit misschien. Wat vinden jullie? Ik ben benieuwd. Maar ik vind wel, zeg maar, ik hou altijd wel van zo'n mooi slank mouwtje, zeg maar. Ja, gewoon een fijne basic. En dan als laatste twee zonnebrillen die natuurlijk ook weer in een zakje zitten. Ook wel in een hoesje. En zonnebrillen. Ja, ik heb gewoon een beetje een gek hoofd blijkbaar. Ik hou heel erg van zonnebrillen, maar de laatste tijd, eigenlijk vorig jaar, heb ik niet echt een geschikte kunnen vinden. Ja, deze ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd. Oh, het voelt echt als waaibomenhout. Oké. Nou, je ziet nu mijn hele opstelling. Maar hij past wel. Vaak zijn zonnebrillen namelijk veel te groot voor mijn hoofd. En zo zeg maar in de camera vind ik hem wel heel vet. Nou, ik denk niet dat je hier de wereld mee gaat veroveren qua duurzaamheid. Maar nog eentje. Sowieso vraag ik me gezien dit alles af hoe oké deze winkel is. Niet het gevoel dat ik hier heel vaak ga shoppen. Maar een keer geprobeerd hebben. Ik zal er ook eens in verdiepen. En deze is eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen dan met minder spiegelglas. Ja, ik vind dit wel hele fijne brilletjes. Zoals ik het zo zie. Ik moet mezelf er even in de spiegel bekijken. Maar zoals ik het zo zie, denk ik, ja, I like it. I like it. Laat even weten wat je ervan vindt. Deze voelt wel groter dan die ander. Hij voelt een beetje ver van mijn gezicht afstaan. Maar misschien is dat een gevoel. Ik ga straks even goed kijken. En dat was het. Dat was de Shein shoplog. Mijn allereerste. Misschien ook mijn allerlaatste. Ik moet zeggen dat ik het wel allemaal fijne basics vind. Ik heb geen idee hoe ze houden in de tand destijds. Dertijds. Maar we gaan het gewoon passen. En ja, ik ben heel benieuwd. Laat vooral weten welke items jij leuk vond of niet. En ja, ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel snel, ik zie je graag heel snel weer bij een nieuwe video. Doeg!